Peter Persijn van de NVA zit intussen bij mij. Dag, meneer Persijn. Ja, veel vragen, hè, naar aanleiding van de verkoop van een private uitbater van de rusthuizen. Er wordt een overnemer gezocht. Het gaat om Armonea. 7000 mensen worden te werk gesteld. 9000 mensen worden verzorgd door hen. Bent u gerustgesteld door het antwoord van de minister als hij zegt: ik ben met de CEO gaan praten, met de betrokken speler, en men heeft mij verzekerd, ja, de zorg, de werkgelegenheid is gegarandeerd. Bent u nu gerustgesteld? Want ja, het zou nogal straf zijn moesten ze iets anders gezegd hebben natuurlijk. Wel, ik ben gerustgesteld in die zin ook dat Armonea een gekende speler is die al een mooie staat van dienst heeft. Ik heb het daarnet ook vermeld, hè. Ze waren vorig jaar nog finalist voor ondernemingen van het jaar. Ik heb ook een aantal instellingen bezocht. Het is zo dat er geen problemen zijn van liquiditeit of in de exploitatie van de keten. Hè. Dat was in het verleden wel anders. Dus met een kapitaalsverhoging achter de rug natuurlijk. Ja, goed. Van 250 miljoen. Ja, goed. Dus, zijn daar wat nodig was, hè? Wel ja, maar het is niet het geval van Senior Racist van vorig jaar, dat mensen op de tocht dreigden te staan. Dat is hier niet het geval. Het is natuurlijk altijd een beetje onrustwekkend, maar ik denk dat hier de minister er snel bij is. En ik denk dat we voldoende garanties hebben om daar naar een zachte overgang te gaan. Garanties dat die zorg gegarandeerd wordt, dat die werkstelling gegarandeerd blijft. Dat er overnemers gevonden worden, inderdaad. Ja. Er zijn kandidaten, maar daar zijn blijkbaar problemen met de mededingingsautoriteiten, want er zijn twee grote spelers. Uit eigen land. Dat zijn opnieuw buitenlandse groepen, hè. Maar ja. Goed, dit staat ook... Goed, als buitenlandse groepen zijn, dan zouden de mededingingsautoriteiten geen probleem maken. Dan gaat het niet over spelers uit eigen land, die dan een te grote concentratie zouden zien van één speler op de markt. Het zou toch voor die twee ook wel problemen kunnen stellen, heb ik begrepen. Ja. Maar goed, we gaan dan zien wie het uiteindelijk wordt. In elk geval, u heeft er enkele keren op gewezen. In Brussel is een derde, in Franstalig België is zelfs de helft van de woonzorgcentra in handen van privéspelers. Dus waarom moeten we ons daar dan ongerust over maken in Vlaanderen? Maar goed, het zal deze keer wel gaan om een beursgenoteerde speler. Die heeft wel andere zorgen, hè? Winst maken en die uitkeren aan zijn aandeelhouders. Wel, a priori hebben wij daar geen moeite mee. Hè. Ze hebben kan je dat verzoenen, zorgen en winst uitkeren aan aandeelhouders? Dat kan, maar ik heb het daarnet ook gezegd. Voor ons is heel belangrijk dat de middelen die wij investeren als overheid in de zorg, dat die ook effectief naar de zorg gaan. Dat die niet afgerond naar andere kosten gaan. En niet naar andere kosten en laat staan naar winstuitkeringen. Ja, ja, maar goed, u haalt dan onder meer hotelkosten aan. U heeft het ook over infrastructuurkosten. Daar moet dat Vlaams geld niet naartoe gaan. Wel naar de zorg. Als u die bezorgdheid uit... Mag ik daaruit afleiden dat u daar ongerust over bent? Heeft u aanwijzingen dat dat soms niet gebeurt? Wel, in het verleden was dat niet het geval. In het verleden hebben we miljarden... Maar bij Armonea? Bij Armonea lijkt me dat, gezien het feit dat ze ook altijd de zorginspecties met glans doorstaan, dat dat daar wel het geval is. Ja. Hun personeelsomkading ligt een beetje lager, maar het zorgprofiel van de mensen die ze huisvesten ligt ook wat lager. De zorgzwaarte bedoel ik, daar ligt ook wat lager. Hè. Dus dat bovendien, gemiddeld gezien over Vlaanderen, maar eigenlijk ook over heel België, is hun rusthuisfactuur iets lager dan het gemiddelde in België en in Vlaanderen. Ja, en publieke middelen die er naartoe gaan, mogen niet naar de aandeelhouders gaan, moeten naar die zorg gaan. Voilà, dus dat moet één op één. Ik heb daar net ook voor gepleit, want daar zie ik momenteel nog te weinig garanties voor. De minister heeft verwezen naar het toezichtdecreet. Daar gaat de inspectie nauwer toezien op de transparantie rond middelen, rond besteding, ook de boeken kunnen nazien. We vinden dat misschien al een stap te ver gaan, want ik denk dat eigenlijk de NV's en andere privaatrechtelijke vormen daar eigenlijk voldoende garanties rond bieden. Die moeten ook hun rekeningen voorleggen en laten reviseren en dergelijke. Maar goed, het is een stap in de goede richting. Die beurs genoteerd is, moet om het kwartaal rapporteren ook, natuurlijk. Ook, laten we zeggen, die borgen zijn er. Er zijn eigenlijk... Maar goed, u zegt, ik heb nog niet genoeg garanties dat dat geld naar die zorg gaat. Ik hoor Groen zeggen, laat ons dat gewoon plafonneren. Decretaal desnoods, zoveel mag er uitgekeerd worden aan dividenden. En daar gaan we niet over. Is dat een piste die te volgen valt? Mij lijkt dat in eerste instantie niet nodig. Maar mij lijkt wel dat... Maar u wil wel garanties dat het naar die zorg gaat? Ja, dat wel. Maar dat kan op een andere manier. Hè. Dat moeten we zien, zowel administratief, regelgevend en ook boekhoudkundig, moet dat perfect mogelijk zijn om dat te traceren. Er moet ook die investering van publiek middelen kunnen vertaald worden in reële inzet van personeel. Want daar gaat het eigenlijk om. Hè. Mm-hmm. Het gaat eigenlijk voornamelijk om personeelsbestaffing, personeelsnormen die hoog genoeg moeten liggen. Dus dat is ons pleidooi altijd geweest. Handen aan het bed. En niet naar infrastructuur of naar, er is nu ook een infrastructuurforfait, dus voor zorggebonden infrastructuur is er nog een betoelaging en die gaat ook sectorbreed, los van het statuut van de speler, toegekend worden.
Maar in het verleden is er miljarden geïnvesteerd in blokkendozen, hè? Dus in gebouwen. En blijkt nu dat de private sector, en dat zijn niet alleen beursgenoteerde groepen, hè? Dat kunnen ook lokale besturen zijn, dat kunnen ook private particulieren zijn die daarin een aandeel hebben. Strikt genomen is een intercommunale ook een private speler, ja, natuurlijk. Dan, er zijn tal van mengvormen, ja, nu op het landschap. Ja, nu, er ligt natuurlijk nog wel werk op de plank voor u als parlementslid dan, hè? Want de minister heeft ook nog eens gezegd dat woonzorgdecreet komt eraan, dat wist u wellicht al dat het eraan komt. Heeft u het al eens gelezen? Ik heb de voorbereiding al gelezen, ja, doorgenomen. Ja. Ja, het is al een tijdje aan de gang. Ja, want het moet natuurlijk wel een aantal dingen garanderen. Een koor goed bestuur voor die commerciële spelers. Rapportageverplichting, een verplichte melding van een strategische beslissing, zoals het heet. Zoals verkoop van aandelen. Zijn dat dingen die in een decreet moeten? En of wil u daar nog aan sluiten als parlementslid? Ik heb het net al gezegd, hè, voor ons gaat het hier en daar misschien wat te ver, maar wat misschien nog te weinig aan bod komt, is juist die 1-op-1 besteding. Dat die middelen effectief correct toegewezen naar de zorg. En eigenlijk, wij pleiten er al lang voor, wij hebben geen... En moeten we dat dus noods in een decreet vastleggen dan? Ik ga dat nu de komende weken, maanden nog bekijken hoe dat we dat kunnen verstrengen. Ik vind dat heel belangrijk. Dat is uw taak en uw job als parlementslid. Natuurlijk bedankt voor dit gesprek en u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Er waren nog actuele vragen deze namiddag. Zaterdagavond vanaf 6 uur kan u daar naar kijken. Vragen onder meer over een halte van de lijn, de vervoersmaatschappij aan Brussel-Noord. Vragen ook over biobrandstoffen. Allemaal te bekijken op deze zender zaterdag om 18 uur. Bedankt, tot dan. Dag. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.